Mijn naam is Rudolf Hekke, biograaf van Serge Gainsbourg. En ik bevind me hier in hartje Brussel, vlakbij Mannekepis, maar nog belangrijker, vlakbij de gevel van het imposante Hotel Amigo. In 1957 gebouwd naar de plannen van de Belgische architect Jacques Cuisinier. En exact 36 jaar geleden logeerde hier Serge Gainsbourg. Niet zomaar logeren uiteraard, hij kwam hier zijn nieuwe plaat voorstellen, Love on the Beat. En dat was meteen zo'n verkoopsucces dat hij hier dit hotel ook een gouden plaat daarvoor kreeg. Maar dat verliep allemaal niet zo op wieltjes, dat verliep à la Gainsbourg, laat ons zeggen. Want zelfs de vooravond, van het moment dat hij die plaat ging krijgen, liep hij hier zijn tweede hartaanval op. En het is pas door het accurate ingrijpen van de receptionist dat hij toen aan de dood is ontsnapt. Hij weigerde zelfs overgebracht te worden naar het ziekenhuis. We zeggen, no, morgen moet ik een plaat voorstellen. En die ochtend van de plaatvoorstelling, om 10:00, was Serge Gainsbourg terug te vinden in het restaurant waar hij een champagneontbijt nuttigde. En de namiddag bij de grote persconferentie daalt Serge de trap af, komt van zijn suite. Hij schrijft daar binnen in die prachtige zaal waar alle journalisten op hem wachten. En hij spreekt hen toen en zegt, j'ai failli mourir hier soir. Ik ben ontsnapt aan de dood in de armen van een Brusselse cardioloog. Die journalisten wisten niet wat het over ging, maar zei, geen erg Sam, ik ontsnap iedere keer aan de dood. Ik ben de dood te vlug af. En maintenant, on va s'amuser, on va discuter. En dat is hier natuurlijk de gedroomde plaats om mijn nieuw boek tekst en uitleg over Gainsbourg voor te stellen. Maar ik stel voor dat we daarvoor naar binnen gaan. En we vinden ons hier meteen in het epicentrum van Serge Gainsbourg wereld, natuurlijk de bar. Waar hij trouwens als enigste gast, als enigste klant, achter de bar mocht plaatsnemen en zelf zijn cocktails bereiden. Dat was een privilege dat ook hem toegestaan werd in de evenknie van Hotel Amigo in Parijs, in l'Hotel Le Raphaël, het vijfsterrenhotel. Ook hij als enige gast mocht doen achter de bar, terwijl een gerenommeerd cocktailshaker. Geen pianobar zonder piano uiteraard. En ik sta hier bij de piano waarop Serge een select publiek vermaakte hier in Hotel Amigo. Hij deed niet liever als hij op hotel was om toch de toevallig aanwezige gasten te verblijden met zijn liedjes. En die vonden natuurlijk heel bijzonder. En dat lijkt me de aangewezen plaats om mijn nieuw boek voor te stellen dat deel uitmaakt van de trilogie van Gainsbourg, het laatste deel. En het begon al in 2013 met een deze. De eerste Nederlandstalige biografie van Gainsbourg, tot op heden nog altijd de enige Nederlandstalige biografie met exclusieve foto's van Herman Celleslags. Daar ben ik heel blij om. In 2017 dan Parcours Gainsbourg, waarin ik Gainsbourg zijn voetstappen volgde in Parijs, een soort alternatieve reisgids voor Parijs, maar ook in Vlaanderen, Wallonië en Nederland. En vandaag is daar dan het derde deel bijgekomen, Gainsbourg, tekst en uitleg. Waarin ik eigenlijk het genie van Serge probeer duidelijk te maken. De schatkamer opendoen van zijn teksten. Zowel zijn songteksten als zijn aforismes, als de interviews die hij gaf. Want daarin schuilt het genie van Gainsbourg. Die schatkamer, als die opengaat, je ziet valkuilen, je ziet een labyrint. Je ziet dingen die je niet voor mogelijk acht. Zijn teksten, dat is een web dat hij spant tussen heden, verleden, toekomst. Tussen verschillende mensen. Het delft daar naar schatten die je niet voor mogelijk acht. En zeker voor een Nederlandstalig is dat niet altijd evident om dat uit Gainsbourg's teksten te halen. En dat heb ik geprobeerd in dit boek, om toch een beetje toegang te geven tot die schatkamer. En met de release van die trilogie hoort ook een dankwoord uiteraard. En ik wil mijn uitgever bedanken, EPO, in het bijzonder Thomas Blommaert. Het is niet niks, Rudolf, zei hem, zo'n trilogie schrijven. Wel, het is ook dankzij u, Thomas, dit vertrouwen heeft gegeven dat ik dit mocht uitbrengen bij EPO. En al die mensen van EPO, want EPO is echt een familie waar ik me ook heel zeer thuis voel. En mijn literair idool, Elvis Peters, die drie teksten van Gainsbourg naar het Nederlands gelokt heeft. En geloof me, dat is geen simpel prestatie om tekst van Gainsbourg in een andere taal, Gainsbourgiaans, te laten klinken. En Elvis is daarin gelukt. Merci Elvis. En uiteraard ook de mensen hier van Hotel Amigo, dat ik hier bij die iconische piano mijn zegske mag doen en het boek van Gainsbourg voorstellen.
Ja, en dan is het uiteraard tijd om het te hebben over de man zelf, Serge Gainsbourg, want daar gaat het eigenlijk allemaal om. En dan moeten we beginnen met een liedje natuurlijk, want Serge Gainsbourg was een liedjesmaker, een liedjeschrijver. En ik zou willen beginnen met een liedje, Chele Yeye, wat eigenlijk een oorlogsverklaring was van Serge Gainsbourg tegen de in de jaren 60 populaire luchtbel, de Yeye-muziek. Hij vond dat Amerikaanse muziek met Franse ondertitels. Daar wou hij niet aan meedoen, maar hij moest wel natuurlijk, want dat bracht ook wel geld op. Dus hij vermomde zich als een soort paard van Troje en hij ging heel die beweging van de Yeye uithollen. En dit was zijn strijdlied, Chele Yeye. En we gaan dat brengen. En in goede traditie, Gainsbourg schreef voor vrouwen, voor mooie, bijzondere vrouwen. Dat waren zijn interprets. En om Serge plezier te doen, gaan we dat vandaag ook doen. Dus ik stel u graag voor aan Karen Boelaerts. Gainsbourg was een gever die eigenlijk niets is vergeven. En dat kan je gemakkelijk gaan vaststellen als je naar zijn adelaarsnest gaat. Parijs, 7e arrondissement, Rue de Verneuil, Saint-Bis. Daar in die 450 meter korte straat pronkt son livre d'or. Het is te zeggen zijn gastenboek, de gevel van zijn hôtel particulier. En daar sta je nooit alleen, omringd door mensen die je van haar of pluim kent, die allemaal datzelfde willen meemaken als jij, de uniciteit van die plaats gaan proeven. Het is ook werkelijk uniek. Het was Gainsbourg's laatste wens. Als ik sterf, sterft de tijd met mij mee. Niks in mijn huisje mag nog van plaats veranderen. Alles moet exact zo blijven staan of liggen als op het moment dat ik werd gevonden aan de rand van mijn matras, met mijn vuisten gehopend, de dood heb welkom geheten. En hij had heel zijn huis volgestouwd met objecten. De gekste dingen eerst. Hij had Piaf bezocht, 2 maanden voor ze stierven, en was gechoqueerd door het feit dat zij in een volledig kaal appartement leefde. Dat mocht hem nooit overkomen. En zijn mentor Boris Vian, die had zelfs geen plaat van zichzelf meer toen hij overleed in die groezelige bioscoop. Dus heel zijn huis stond vol met de gekste dingen eerst. Objecten, objecten, objecten. Want mensen, die waren te confronterend geworden. Mensen waren stoelen geworden. Stoelen met foto's op. De stoel van Birkin. De stoel van Bardot, waar uiteraard niemand mocht gaan op zitten. Dan waren er 2 vrije plaatsjes meer in zijn huis. Dat was op die beroemde, beruchte Venetiaanse zitbank. De witte tweezit met de adelaarshoofden. Maar eigenlijk mocht ook niemand daar gaan opzitten. Want in de ene plaats, in het ene kussen,
Dat was zijn plaats. De plaats van de zwarte koning van het schaakspel. Le poinçonneur van zijn eigen illusoire wereld. En de andere plaats, het andere kussen, mocht ook niemand gaan zitten. Want daarin bewaarde hij in het kussen de afdruk van de poep van zijn geliefde hondje. Bull terrier teefje Nana. En zijn dochter Charlotte ziet erop toe dat dat ook zo gebeurt. Ondertussen, 29 jaar na zijn dood, staat dat huis er nog steeds onbewogen, onberoerd bij. Ontoegankelijk voor het publiek. En dankzij zijn laatste dienstbode, zo'n majordome Jean-Pierre Prioul, ben ik erin geslaagd om 2 keer tijd te mogen doorbrengen in de huizen. Ja, het was verstolde tijd natuurlijk. Hè. Wat ik daartoe gezien en meegemaakt heb en ontdekt heb, al die indrukken heb ik ook neergeschreven in mijn boek Tekst en Uitleg. Maar ik kan u wel dat zeggen. Het huis wacht werkelijk op hem. Het is hem trouw gebleven doorheen de dood. Want het is heel simpel. Hij is op sigaretten. Hij is even de hoek om. Hij komt direct terug. Maar terwijl je daar buiten staat, gaat ook voelen dat er iets bijzonders aan het gebeuren is binnen in dat huis. Je schrijft uw naam tussen al die namen op de gevel, je drukt op die deurbel en je hoort die rinkelen doorheen die zware rolluiken. En je weet zeker van, nu gaat hem komen open doen. Want Serge Gainsbourg, die had geen buffers. Die was bereikbaar. Zoals hij bij leven ook kwam open doen. Doorheen die zwarte deur, met erop een koperen plaatje met 2 woorden. Een cadeau van zijn goede vriend Jacques Dutronc. No smoking. Beetje bizar voor een kettingroker natuurlijk. Maar terwijl je daar staat, hè, gaan Parijzenaars stoppen. Als het even kan met gierende banden in die 450 meter korte straat, hun raampjes neerlaten en beginnen uit te lachen, uit te maken. Hé, hey, banden, kononozars, wat doen jullie daar? Hij komt er meer terug hoor, we zijn er vanaf, dus stinkert. Eindelijk, eindelijk. Serge Gainsbourg, dat is pro of dat is contra? Er is geen weg tussen. En dat bewijst in mijn ogen zijn grote gelijk. Hij heeft woord gehouden doorheen de dood. Hij wordt nog steeds gehaat om dezelfde dingen als bij leven. Hij wordt nog steeds geëerd omwille van zijn Gainsbourg zijn. De grootste artiesten ter wereld halen hem nu aan als invloed. Melody Nelson, zijn meesterwerk, bestaat dit jaar 50 jaar. Toen verkocht dat niet. Nu is dat een mijlpaalplaat geworden. En we mogen hier in Hotel Amigo, zijn Hotel Amigo, bij zijn piano, een nieuw boek over hem gaan voorstellen. Bij leven zei altijd, je fuck la posterité. Wel, de posterité heeft hem aardig teruggefuckt. Hij staat hier. En met recht en reden ga ik de vuist in hemel ballen en uitroepen. Serge Gainsbourg, forever. We gaan eindigen uiteraard met een liedje. Niet zomaar een liedje, maar een lied dat hij schreef aan zijn piano in de Rue de Verneuil Saint-Bis op het moment dat de dood en voor de eerste keer vroeg om met haar mee te komen. Toen hij zijn eerste hartaanval kreeg. Een lied over afscheid nemen aan het leven. En om zijn eigen woorden te spreken, de doden sterven elke dag opnieuw.
Je peux me voir. Je suis partout à la fois, brisant mille éclats de voix. Je suis une poupée de cire. Thank you.